staat er ook nog een tink op Saxo. Opnieuw met een probleem met zijn fiets. En dat is opnieuw Karsten Kroon. Daar is die wissel. Ja, wissel die eigenlijk voorbereid was. Iemand stond daar klaar met een voorwiel voor Sagan. En Kreider is er niet in geslaagd om vooraan terug te komen. Dus vooraan zijn ze nog met 9. Want Wesley Kreider die volgt nu.